lekker geluid het is. Sorry voor de jongens voor dit geluid. Bedankt, ik word er zelf ook best wel gek van. Maar ik zit nu op een andere bestemming. En vandaag ga ik try and out horses doen. En het is niet van mezelf, namelijk is van Elizabeth Rivenland. Abonneer zeker op haar, want ik vind haar echt zo leuk. En ze is wel Engels, maar je kan dat soort van wel verstaan door het plaatje en zo. En ik vind haar gewoon heel erg leuk, dus daarom wil ik dit ook doen. Nou, hoi. Ik ben net een hele lieve fan tegengekomen. Ik heb nu Yellowberg. En zullen we maar lekker beginnen met de video? Ja. Het eerste paard is Fox. Het is een Lusitano. Hij is 9 jaar oud en ik vind hem heel erg leuk. Ik heb hem ontmoet bij de Jorvikstallen. Hij is echt heel erg braaf en ik ga hem nu een beetje inrijden. Ik ga een beetje sprongetjes doen. En misschien ga ik hem wel kopen en misschien jullie wel ook. Ik vind hem echt heel erg lief. Hij doet helemaal niks bij het opstijgen. Hij blijft gewoon lekker staan. En laten we maar beginnen. Oké, Fox, we gaan een sprongetje maken. Hij is ook echt heel erg goed te springen. Het renglopje is wel heel erg leuk, maar je moet ook gewoon een beetje inhouden. Maar voor de rest is hij echt heel erg lief. Het tweede paard is Winter. Het is een meisje. Ze is 5 jaar, heel erg jong nog. En is heel erg goed in winterhand. En ik heb haar hier gevonden bij Nick Stormhout. En ze is heel erg lief. Ze wacht op je en ze stopt als je valt. En ik ben nog nooit van haar afgevallen. Je valt ook bijna niet af. Ze gaat ook niet heel erg hard. En ze is gewoon heel erg schattig. Ze is een van de laatste fjorden hier. Want de fjorden gaan uitsterven en er komen nieuwe, andere rassen fjorden. En gelukkig heb ik er één van de oude fjorden. Het is wel heel erg stom. Maar ja, zij is echt heel erg lief. En nu ga ik een beetje naar zijn. Try to read your mind.
zijn thuis waar hij is geboren. En al die vrienden, zijn familie, zijn vrienden zijn allemaal weg. Zijn allemaal naar baasjes die ik al ken. En gelukkig ziet ze haar vriendin nog wel. En ja, het is hier echt heel erg leuk om te rijden. Maar het is wel heel erg koud. Ik zou wel echt een lekkere jas meenemen of een trui met een jas. En een lekker lange broek, want anders haal je het hier bijna niet meer, denk ik. Want het is zo koud. Het tweede paard is Flying. Het is een Noordzweed. En hij is ook winterkrachtig. Hij kan ook gewoon in de winter en bij koude gebieden. Maar nu ga ik hier gewoon lekker rijden bij Steve. En ze is super lief en ze is ook super schattig. Ze is lekker om te lopen. Ze is gewoon heel erg leuk en ze wacht altijd op je. Je kan trucjes met haar doen en ze stijgt heel erg lief. Hey. Voor Spa-touch op. De video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal alsjeblieft. En dan zeg ik tot de volgende video. Bye bye!